Die titel Denken des Vaderlands. Ik heb een aantal mensen verteld van, oh, we gaan met Denken des Vaderlands praten. En wat houdt het precies in? Hoe krijg je zo'n titel en wat houdt het precies in? Er is een stichting, die heet Maand van de Filosofie. En die heeft sinds een jaar of 7 geleden een instituut bedacht en dat heet Denken des Vaderlands. En de eerste was Hans Achterhuis. De tweede was René Gude, de derde Marie Huy en ik ben de vierde. En die benoeming die je dan krijgt op Denken van het Vaderland, die duurt steeds 2 jaar. En ik ben tot, zeg maar, medio april ben ik de huidige Denker des Vaderlands. Daarna word ik weer afgelost en dan ben ik denker af. En wat houdt het in, Denken des Vaderlands? Het is gewoon een idee van uitgeverskranten om, zeg maar, filosofie onder de aandacht te brengen. En omdat ik ook me nogal bezig heb gehouden met bemoeienissen om die filosofie ook in bredere kring aandacht te geven, heeft men gedacht mij te moeten vragen. Okay. En dat geldt ook voor je vorige 3 en voor mijn opvolger gaat het zonder enige twijfel ook gelden. Het is, als je er een beetje cynisch naar kijkt, is het natuurlijk gewoon een marketingtruc van uitgevers om filosofie wat meer onder de aandacht te brengen. Nou, oké. Dus ik wil filosofie wel onder de aandacht brengen. Ik hou van filosofie. Dus zodoende is dat allemaal gebeurd. Ja. Okay. Dat neemt niet weg dat ze dat op het moment dat je die benoeming krijgt, dan is het wel, dan moet je wel rekening mee houden. Ik waarschuw mijn opvolger al. Ik weet nog niet wie dat zal zijn. Maar het gaat allemaal wel druk worden. Want er komt ook heel veel bij kijken. Ja, er komt veel bij kijken, ja. Ja, je bent voortdurend, word je geïnterviewd. Ik bedoel, dit is mijn tweede interview. Het is nu iets na 10 okay. in de ochtend. En ik ben ook al 2 keer gebeld. Gisteren was het in Hilversum. Podcast voor de radio, zoals ik al zei. Ik moet vanmiddag nog een lezing geven. Het is echt iedere dag 1 of 2 lezingen. Interviews, columns, noem maar op. Dus van het denken komt maar weinig meer terecht. Dat van denken, ja, dat zeggen ze dan altijd. Maar dat is heel gek genoeg, valt het wel mee. Ja? Ja, je moet. Ik reis veel met de trein. En in die trein kan ik het heel goed. Ik zet koptelefoon op met een beetje technomuziek in mijn hoofd. En dan goede Duitse techno. Okay. Gesamtstein. Ja, dat ken ik wel, ja. Nee, meer recondite, reusheid. Okay, cool. Dus ook wel iemand uit Frankrijk, Kangden Ray, dat vind ik allemaal mooie muziek. Bovendien is het muziek waarbij ik kan lezen. Ik luister eigenlijk ook graag naar hip-hop, maar ik merk dat ik niet meer kan lezen bij hip-hop. Dat leidt me te veel af. Welke hip-hop dan? Oldschool? Nee, ja, ook natuurlijk wel oldschool. Wu-Tang Clan en dat soort zaken. Dat blijf ik altijd goed vinden. Maar je hebt bus driver, wat ze dan ook wel eens noemen, intelligent hip-hop. Mm-hmm. Wat heb je nou tegenwoordig? Vin Staples, dat soort werken. Dat vind ik allemaal wel leuk. Ja. KRS-One komt ook naar Don Roche. I know. Dat is een oude held, maar die heb ik al 3 keer gezien of zo. Okay, dus, daar ben je niet bij. Nee, daar ga ik niet bij zijn dit keer. Maar het blijft altijd wel interessant. En verder, als je het nog verder wilt weten naar mijn muzieksmaak, ik hou ook heel veel van metal muziek. Okay. Dus die muziek die, van die snoeiharde metal. En dat vind ik ook erg leuk, ja. Mooi. Ja. Je noemde dat het woordje cynisme al. Want wat mij ook wel enigszins opviel aan de 2 boeken die ik gelezen heb van jou, is dat er voor een denker des vaderlands zit er redelijk wat cynisme achter het denken. Of er zit wat argwaan dat ik daar bespeur over het denken. En misschien zelfs denken in het algemeen. Nou, cynisme weet ik niet of dat het juiste woord is. Ik beschouw mezelf in ieder geval niet als een cynicus. Maar ik ben wel iemand die vaak een soort van... ik vind het wel leuk om wat humor en ook wel wat bijtende humor of wat sarcasme in mijn teksten te stoppen. Mm-hmm. Dus ik weet niet welke boeken je gelezen hebt. Het Volk in de Grot. Ja. En Dwaal in het Anthropocene. Ja, ja, ja.
Vooral in het antropoceen klinkt er door dat je misschien argwanend bent over het idee dat we ons door dit catastrofe heen kunnen denken. Ja, ik ben niet zo optimistisch. Nee. En waar komt dat vandaan? Nou ja, ik baseer dat een beetje op hoe wetenschappers met ons communiceren. Althans, proberen te communiceren, want het dringt lang niet altijd door wat die wetenschappers zeggen. En als jij dus een tijdje mensen volgt als Stefan Crutzen en anderen die constant de doemprofeet proberen uit te hangen, dan merk ik wel dat er gewoon bepaalde gebeurtenissen zijn op deze planeet, waarvan ik denk dat pessimisme in ieder geval een veel betere manier is om ermee om te gaan dan optimisme. Dus een van de zaken waar ik bodemloos pessimistisch over ben, is bijvoorbeeld uitsterven van diersoorten. Dus iemand die daar optimistisch over doet, kijk, dat mag je onverschuldig laten, even goede vrienden, maar als je optimistisch daarover bent, ben je volgens mij gewoon een idioot. Dat gaat zo hard, nou, zo hard dat sommigen zeggen dat we in tijden van de zesde massa-extinctie leven. Maar je maakt ook nog een onderscheid tussen twee verschillende soorten van uitsterven. Uitsterven van soort en ecologisch uitsterven. Ja, ja, er zijn veel meer soorten uitsterven hoor, die onderscheiden worden. Ik ben nu bezig met een boek over uitsterven, dus we houden die vrolijkheid erin. Oké. En dat maar dat onderscheid waar je het over hebt is kijk, uitsterven, veel mensen zien het gewoon als de laatste soort. Bijvoorbeeld die noordelijke witte neushoorn die pas geleden is overleden. Als de laatste soort echt boem weg is, dan is het dan is dat strikt genomen uitsterven. Nou, zo zou je het laatste exemplaar, niet de laatste soort. En het laatste exemplaar verdwijnt en dat is dan uitsterven. Maar je zou ook iets anders kunnen kijken. En dan kun je bijvoorbeeld nog de vraag stellen, heeft een bepaalde soort, ook al is er nog hier of daar een exemplaar, nog wel een ecologische functie te vervullen in het biotoop waarin het leeft. En als die ecologische functie weggevallen is, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dat heeft heel weinig zin om dat beest nog verder te beschermen. Althans, vanuit ecologisch perspectief. Dus een hele discussie in de zogenaamde conservatiebiologie. Waarbij het dus gaat, moet je nog allemaal macht en moeite steken in dieren, waarvan je weet dat die waarschijnlijk nooit meer een bepaalde dominante rol voor zich kunnen opeisen in gegeven ecologie of biotoop of weet ik veel meer. Ja. En deze discussie heeft ook te maken met de manier waarop we natuur conceptualiseren, geloof ik toch? Want als je de natuur ziet als losse eenheden die enigszins interactie met elkaar hebben. Ja, nou ja, je kunt bijvoorbeeld heel veel moeite steken in het behoud van Amerikaanse kraanvogels of in het behoud van Mauritiaanse torenvalken of weet ik veel wat. En dat is ook gedaan en tot op zekere hoogte, vooral in het laatste geval, met enig succes. Maar betekent dat nu dat Mauritië weer een levensvatbare populatie van torenvalken heeft? Nee, je moet constant erbovenop zitten om die soorten bijvoorbeeld tot voortplanting aan te drijven. Wat natuurlijk heel lastig is. Soort is natuurlijk nooit iets wat alleen maar op zich staat. Je moet een soort altijd zien als compleet als netwerk aanwezig in die ecologie waarin het zich bevindt. En dat is een hele lastige zaak. Kun je nog iets beter uitleggen? Je moet een soort niet zien als het soort zelf, maar als een onderdeel van een netwerk in de gehele ecologie. Ja, dan heb je het goed uitgelegd. Oké, nou, graag gedaan. maar wat dat betekent is dat wij zijn heel erg geneigd om die exemplaren als een soort laatste individu te beschouwen die wij moeten beschermen. En dat doen wij dan om allerlei redenen, maar ik denk dat de belangrijkste redenen daarvoor sentimenteel zijn. En sommige ecologen of filosofen of ecologisch filosofen die wijzen erop dat je moet vooral focussen op dieren die op de een of andere manier ook andere soorten laten leven en laten gedijen.
daar heeft dat heel sterk mee te maken. Je kunt bijvoorbeeld wel heel veel moeite steken in het behoud van de Siberische tijger. En er lopen daar nog bij dat Krasnojarsk of zo, lopen er nog een stuk of 600-700 rond. Hmm. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar wat doen die beesten nou daar eigenlijk? Of de Amur-luipaard? Of hebben die überhaupt nog een functie te spelen? Kun je nog zeggen dat als er zo weinig van zijn, dat die nog de top van de voedselpyramide innemen? Mm-hmm. Nou, daar is een hele discussie over. En er zijn mensen... Daar kunnen we heel moeilijk een besluit over nemen als we niet alle netwerken en feedback loops en dergelijke in kaart hebben gebracht. Ja, daar heeft het mee te maken. Maar tegelijkertijd is die discussie heel moeilijk, omdat je natuurlijk nooit al die netwerken in kaart kunt brengen. De ecologisch denken veronderstelt een beetje dat je daar niet met algoritmes op af kunt gaan, omdat al die contacten, die netwerken, die relaties tussen soorten, van microben tot, laten we zeggen, bovenaan de voedselpyramide, Siberische tijger, dat buitengewoon ingewikkeld is. En dus veel dingen zijn daarin een beetje duister. Ja. Wat nou als er een wetmatigheid zit in de manier waarop in de ecologie verbindingen en netwerken opgebouwd worden? En als we die wetmatigheid kunnen blootleggen, dat we voorspellende modellen kunnen maken? Ja, dit is weer een hele discussie. Sommigen zeggen natuurlijk dat je via algoritmes de wereld kunt... kunt voorspellen en kunt maken. Maar de meeste ecologen zoals ik ze ken, die verzetten zich daartegen. Een beeld dat bijvoorbeeld gebruikt wordt door Ed Wilson, en dat beschrijf ik ook in mijn boek over het Anthropoceen, is dat er ergens een stukje grond is, een stuk regenwoud, en dat wordt gekapt. Politieke klimaat is grillig en het wordt gekapt. En dan besluiten allerlei goedwillende wetenschappers, activisten en noem maar op, die besluiten alle soorten uit dat stuk grond weg te halen. Nou ja, dan komt de grote vraag op, wat moet je weghalen allemaal? Dus je kunt alle individuele soorten weghalen, maar moet je dan ook alle kevertjes weghalen? Moet je alle microben weghalen, alle bacteriën weghalen? Die allemaal onlosmakelijk deel uitmaken van dat ecologische systeem. Maar stel dan nog dat je dat kunt. Hè? En stel dat 30 jaar nadien het klimaat in het land wat minder grimmig is geworden, dat we dan op dezelfde plek dat heel de biotoop weer gaan herbouwen of herstellen. Ja. Er is geen schijn van kans dat het kan. Omdat het gaat niet alleen om al die soorten. En daarvan, daar zal ik zo nog wat over zeggen, maar die kun je al niet eens allemaal in kaart brengen. Maar het gaat ook nog eens om al die netwerken tussen die soorten. Mm-hmm. En dat werkt gewoon niet. Dus de algoritmes, hoe complex ook, hoe complex computers ook straks kunnen rekenen, die zullen nooit ecologische systemen kunnen berekenen. Hele interessante filosofische discussie, want betekent dat dan dat die hoeveelheid netwerken in dat soort relaties, dat die oneindig zijn? En als er echte oneindigheid is, dan kun je het niet berekenen. Dus je kunt het een beetje vergelijken met schaakspelen. Computers die kunnen inmiddels veel beter rekenen dan de beste schaakgrootmeesters. Maar dat komt omdat de hoeveelheid mogelijkheden in een schaakspel in principe eindig is. Het is heel erg veel, meer dan atomen in het universum, heb ik me wel eens laten vertellen, maar het is niet oneindig. Netwerkrelaties in ecologische systemen zijn in principe oneindig. Dat hoor je dan heel vaak. Maar goed, dit zijn meer theoretische discussies. Als het er gewoon om gaat om in een bepaald systeem alle diersoorten te identificeren en te specificeren, dat kan helemaal niet. Wij weten bijvoorbeeld niet eens precies hoeveel soorten er op aarde zijn. Wat we wel weten is dat er heel veel uitsterven, maar de schattingen lopen uiteen dat er over hoeveelheid soorten, dat ergens tussen 50 en 100 miljoen is. En daarvan zijn er 15 tot 20, ik lees daar ook altijd verschillende dingen over, 15 tot 20 miljoen zijn in kaart gebracht. Dus heel veel zaken zijn opaak. Om welke soorten gaat het dan? Kevertjes, plantjes die onooglijk zijn. Soorten veranderen ook steeds. En dergelijke meer. Dus we hebben de wereld nog lang niet in kaart gebracht. Dat weten de meeste mensen ook wel eens. Denk maar eens aan die populariteit van diepzeemonsters.
Dus we beginnen langzamerhand pas een beetje toegang te krijgen tot een van de grootste biotopen op de planeet. Dat is de diepe zee. Ja. Dus het probleem waar we in principe mee zitten is dat we op dit moment begrijpen hoe complex de netwerken van de ecologie zijn. Dat we die totaal niet in kaart hebben gebracht. Ja. Maar dat we tegelijkertijd wel in een tijdperk zitten waar we enorm veel macht uitoefenen. Of enorm veel impact hebben op die netwerken. En wat die precies zijn, weten we niet. Dat verwoord je heel goed. Enerzijds merken we steeds weer dat als het gaat om onze kennis, dat die kennis steeds tekort schiet. Maar als het gaat om onze invloed, dan hebben we als het ware een overdosis. Want het is heel duidelijk dat wij die ecologische systemen beïnvloeden. Daar moet je ook altijd een beetje mee uitkijken, want het is ook zo'n anti-ecologische gedachte. Die je vaak tegenkomt, dat een soort apocalyps dreigt, al het leven weg en dat soort zaken. Vanuit de ecologie is apocalyps niet een optie. Die ecologie gaat wel door, maar die verandert. Mm-hmm. En die wordt bijvoorbeeld schraler. In heel veel delen van de zee is er bijvoorbeeld veel minder vis dan vroeger. Maar je kunt ook, maar die verandert ook in. Dus wat ik wil zeggen is, die verandert, maar het verdwijnt niet. Alleen die mens heeft heel veel invloed op die processen die zich daar afspelen. Nou, dat is een van die raadsels. Hoe meer we begrijpen dat die wereld heel ingewikkeld is en heel ingewikkeld in elkaar zit, hoe meer we ook moeten erkennen dat we toch op die wereld een waanzinnige invloed uitoefenen, zonder dat we precies weten waar dat precies het meest schadelijk is en gaan zo maar doen. Mm-hmm. Omdat natuurlijk de effecten die we nu uitoefenen ook wellicht pas over 100 jaar bekend gaan worden. Ja, maar wellicht ook niet. Het is in ieder geval heel duidelijk dat de mens zijn sporen achterlaat. Kijk, de wetenschappers discussiëren tegenwoordig over zoiets als planetaire grenzen. En die planetaire grenzen, daarvan is heel veel nog onbekend. Planetaire grenzen zijn dan grenzen die wij geformuleerd hebben, een soort norm met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen. En die ons dan eigenlijk influisteren tot hier en niet verder. Mm-hmm. Nou, bij een paar van die grenzen zijn wij al heel veel verder. Nou, één van die planetaire grenzen is bijvoorbeeld nieuwe substanties. Dat zijn substanties die wij geproduceerd hebben en die wij toevoegen aan de natuur, maar die van nature niet voorkomen in die natuur. En daar zit een bepaalde grens aan, hoeveel we daarvan. Ja, die wil je dan gaan formuleren. Alleen wij weten helemaal niet wat er overblijft, wat de afbraaktijd is, hoe snel het degradeert en dat soort zaken. Ik vind dat ook wel weer spannend, omdat er verschijnen tegenwoordig allemaal van die boeken met titels als The World After Us. Hmm. De menselijke extinctie is ook weer helemaal op de agenda. En dan denkt men goed, ja, nou ja, de mens is er dan straks niet meer en dan neemt de natuur het weer over. Maar een van de problemen die je daarbij krijgt, is dat die natuur zelf al in hoge mate vermenselijk is of antropisch is. En dat is dan zo'n woord dat gebruikt wordt. En ook als wij uit zouden sterven, dan is de menselijke invloed op deze planeet waarschijnlijk nog miljoenen jaren aanwezig. Als gevolg van het plastic, noem maar op. Dus al die nieuwe substanties. Ja. Dus je kunt, zelfs als je iets heel apocalyptisch denkt, bijvoorbeeld de menselijke extinctie, dan is de mens nog niet verdwenen in termen van de gevolgen die hij achterlaat. Ja. En, fijne onderwerpen, hè? Heel leuk onderwerpen, is mijn favoriet. want we zitten hier, dit is in principe het dilemma van het antropoceen. En zoals ik het begrepen heb, is de antropoceen een term geleend uit de klimaatwetenschappen, maar eigenlijk verkeerd overgenomen. Of het klopt niet helemaal met de regels van naamgeven binnen de klimaatwetenschappen. En het is een manier om aan te duiden wat we net eigenlijk in principe zeiden. Het feit dat wij op dit moment, of de mens, een planetaire force is geworden. Ja. En het vreemde is, of het vreemde, wat het antropoceen doet, is omkeren wat de klimaatwetenschappen 100 of 150 jaar geleden deden.
namelijk de mens decentraliseren als het belangrijkste deel, of als de belangrijkste kracht van het planeet. Het antropoceen zet de mens weer in het midden, als datgene die... Ja, nou ja, daar is ook weer discussie over. Als je Clive Hamilton bijvoorbeeld leest, van wie net het boek De Opstandige Aarde in het Nederlands is verschenen. En ik heb een voorwoord bij dat boek geschreven. En als je hem dan leest, dan zie je dus ook dat dit een van de moeilijke dingen is. Enerzijds is het waar, wij worden ons weer beseft van het feit, of we worden ons bewust van het feit dat we niet buiten de ecologie staan, maar dat we opgenomen zijn in een ecologie. Maar tegelijkertijd worden we ook ons steeds meer bewust van het feit dat wij een ontzettend dominante rol spelen in die ecologie en in die ecologische systemen. Dus enerzijds zie je dus, hè, wat jij noemt, decentreren. Hè. Enerzijds zie je dus dat de mens als het ware uit het centrum van de wereld geplaatst wordt. En dat hij ook maar een wezen is dat zich ecologisch heeft te verhouden tot andere wezens en dingen ook. En anderzijds komt die mens er ook steeds meer achter dat hij toch ook wel echt een omineuze kracht is. Die als een meteoriet huishoudt op deze planeet. En dat... Die spanning, die is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. Dus ja, je moet jezelf wegrelativeren, want dat is wat de ecologie ons gebiedt. En nee, wij hebben ontegenzeggelijk een enorme invloed op die ecologie. Maar de manier waarop we die ecologie beïnvloeden is buiten onze controle. Ja. Dat wil niet zeggen, als ik dat zeg buiten onze controle, dat we hem niet kunnen beïnvloeden. Hè, mensen hebben dit nogal eens geïnterpreteerd als een vorm van fatalisme. We kunnen er toch niks aan doen en dergelijke. Nee, je kunt de zaken wel beïnvloeden. Hè, je zou bepaalde maatregelen kunnen nemen die misschien helpen. Maar dan weet je nog niet van op voorhand precies wat het effect ervan is. Dus, in ieder geval heeft de Nederlandse Bank op het moment dat ik dit zeg al erop gewezen dat die klimaatveranderingen in Nederland in ieder geval zeer geleidelijk moeten doorgevoerd worden, omdat het anders veel te veel geld gaat kosten. De kosten worden geschat op maximaal 160 miljard. Nou, dat kunnen we niet velen. De antropoceen verhulde ook nog iets anders. Het geeft heel goed uit aan wat het duidt heel goed aan wat voor tijdperk we zitten. Maar wat je ook aangeeft is dat het verhult dat de ene deel van de wereld meer schuld heeft aan waar we nu zitten dan een ander deel van de wereld. Maar te zeggen we, de mens, lijkt het alsof overal evenveel CO2 geproduceerd wordt. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Er is een hele discussie over de vraag of het antropoceen wat dat betreft wel de juiste naam is. Nee, misschien even goed om dat uit te leggen. Het is een naam bedacht door Paul Crutzen. Een atmosfeerchemicus, Nobelprijswinnaar, een belangrijke meneer. En die meneer die heeft die naam ergens eind jaren 90 bedacht. Ik ken mensen die daarbij zijn geweest. En is ook een hele discussie of hij daadwerkelijk geen is die het bedacht heeft. Noem maar op, maar dat maakt allemaal niet uit. En het antropoceen is dan een tijd waarin voor het eerst de mens, antropos, invloed uitoefent op wat er op die planeet gaande is. Ik zeg het een beetje verkeerd, ik moet eigenlijk zeggen, het is een tijdperk waarin voor het eerst een soort is, namelijk de mens, die invloed uitoefent op wat er op die planeet gebeurt. En die invloed die wordt over het algemeen als schadelijk gezien. Dus de mens verschijnt als een indringer, als een parasiet, als een invasieve species en weet ik veel wat. En dan krijg je vervolgens in die, met name in de sociaalwetenschappen, krijg je een enorme discussie, is het antropoceen wel de juiste naam? Want antropoceen, antropos, dat suggereert heel sterk dat de mens verantwoordelijk is. Maar als je de mens verantwoordelijk maakt, wie maak je dan eigenlijk verantwoordelijk? Want de mensheid als zodanig is slechts een abstractie. Of is een stomzinnige algemeenheid, zoals Karl Marx zou zeggen. Dus daar heb je niks aan. En dus krijg je de discussie dat in die naam wat meer naming en blaming en shaming moet zitten. Dus androceen, de mannen, zoals jij en ik zijn bijvoorbeeld de schuld. Nou, dat hebben feministen gesuggereerd, dus die komen dan met androceen. Mm-hmm. Anderen die hebben gezegd, we vreten allemaal te veel, vagoceen, vagijn, Grieks, voor eten. Weer anderen hebben gezegd, kapitaal is schuld, kapitaloceen, vooral Marxisten zeggen dat.
Kapitaal of kapitalisme? Kapitalo zijn. En dat is dan het tijdperk waarin we zitten. Mm-hmm. Dus het kapitalistisch systeem of het kapitaal of het groot kapitaal of de grote ondernemers, die zijn de schuld. Dus je krijgt voortdurend attributies van schuld in die hele discussie. Ik vind het niet zo interessant. Ik vind het ook niet zo interessant om te twijfelen aan een term waarvan toch een heel groot gedeelte van de wetenschap dat volgt. Ik heb wel wat kritiek op de term antropoceen. Maar die kritiek die krijgt bij mij een beetje een andere... gaat in andere richtingen. Ik wil vooral bij dat antropoceen duidelijk maken dat er geen verschil meer is tussen natuur en cultuur. Hier volg ik ook wel weer bepaalde denkers aan. Timothy Morton, de Brits-Amerikaanse filosoof bijvoorbeeld. Maar er is geen verschil tussen natuur en cultuur. Die dringen steeds verder in elkaar door. He, er zijn mooie voorbeelden van te bedenken. He. Wij denken bijvoorbeeld dat het regenwoud in Zuid-Amerika, Amazone, dat een pristine forest is. Een primordiaal regenwoud waar een mens zich nooit mee bemoeid heeft. Maar het is in feite een gevolg dat regenwoud met het gesloten bladerbaldakijn bovenin, mm-hmm. is in feite een gevolg van ingrijpen van de mens. De oorspronkelijke vegetatie in Zuid-Amerika was selva. En dat is een open woud. Wel met veel lush vegetation en zo. Maar open woud. En dat kwam vooral omdat daar toen nog veel hoefdieren waren. Die oogsten bladeren uit bomen wegaten. De mens heeft die hoefdier uitgemoord. En tot uitsterven gebracht. Sindsdien zijn die hoefdieren er niet meer. En zijn die planten dus dicht gaan groeien. Ja. Dus in die zin is dat regenwoud ook al een geëncultureerd of een antropisch iets. Dus iets waar de mens mee te maken heeft. Nou, en zo zie je dus voortdurend dat het antropoceen ons laat denken over hoe wij sowieso al verwikkeld zijn in die natuur. Zelfs in die mate dat je eigenlijk niet kunt zeggen dat er nog een natuur los van de cultuur ontstaat. Maar op dezelfde manier ook niet dat er een cultuur is die los van de natuur is. Ik vind het bijvoorbeeld wel eens leuk om 's nachts in mijn straat, ik woon in Nijmegen-Oost, te gaan kijken naar welke beesten je daar door de straat ziet schuiven. Steenmat is gezien, ik heb al eens een keer een ree gezien. Dus het is echt, dat is echt heel raar. Dus heel veel, want het platteland, dat biedt tegenwoordig, zou je bijna zeggen, nog minder huisvesting aan allerlei soorten dan de stad. Dus je ziet echt een soort repopulatie van de stad zich afspelen her en der. Waarbij je dus ook weer die ziet dat die natuur en cultuur met elkaar interfereren en op elkaar inspelen. En daarom stel ik voor... Is dat een samensmelting van natuur en cultuur? Of is dat vooral een... cultuur of de mens die natuur steeds meer bezet in principe? En de dieren en natuur en dergelijke... ja, maar in daar enigszins nog een plek voor zichzelf. De cultuur bezet de natuur, maar de natuur bezet ook de cultuur. He, en die natuur die komt wel op een bepaalde manier terug. En dat wil niet zeggen dat die natuur net zo uitbundig zal zijn als in het verleden. Maar sommige soorten kunnen zich goed aanpassen aan het mensenleven. Steenmasters bijvoorbeeld. He, en dat is een van de conclusies die we hebben. En die trekken dan toch wel weer meer naar de stad. En platteland dat raakt meer en meer ontvolkt. Dat is heel erg interessant. Wat wij natuur noemen, wat mensen zo oud als mijn kinderen bijvoorbeeld, 21 en 22, wat zij natuur noemen, dat is in zekere zin iets heel anders dan wat ik nog natuur noem. Ik zag vroeger, als ik zo oud was, naar het platteland, zag ik veel meer beesten. Hè, dus ik weet nog wat het betekent om een ortolaan te zien of een klapekster te zien.
Nou, de generatie van mijn kinderen, die weet nauwelijks nog wat dat soort woorden betekent. En dat zag je nog. Een Hermelijn of weet ik veel wat. Dit duidt men in de literatuur wel eens aan met shifting baseline syndroom. Dat is dat onze verwachtingen van wat natuur zou zijn, dat die eigenlijk steeds lager worden bijgeschroefd, omdat je eigenlijk niet meer verwacht daar zoveel te zien. Ja. Waardoor mensen die naar de natuur gaan, en zogenaamd hè, naar buiten, naar het platteland en zo, die denken tegenwoordig al dat wat ze daar zien is natuur. Nee, wat je daar ziet, al die boerderijen met die weilanden en die koeien, is gewoon industrielandschap. Ja. En waar in feite weinig leven voorkomt. En tegelijkertijd ontstaat er door die shifting baselines ook een hunkering of een gevoel dat we terug moeten naar een soort van pristine, schone versie van natuur. Maar dat lijkt eigenlijk in principe al niet meer haalbaar. Of dat is misschien zelfs naïef. Ik weet niet of dat... ja, nee, dat is zeker naïef. Kijk, zaken omkeren, hè, daar geloof ik nauwelijks in. En dat neemt niet weg dat we wel moeten proberen om schade te beperken. Of verdere schade te beperken. Maar zelfs als een geheel gebied heel erg veel schade heeft, dat is de essentie van het ecologische denken. Die ecologie die houdt niet op. Dat gaat door. Maar dat gaat misschien een richting in die je waarschijnlijk niet zo heel leuk zal vinden. Hè, ik kan me herinneren dat ik bij een seminar was, ter gelegenheid van het afscheid van Han Lindeboom, een oceanograaf in Wageningen. Die had daar een Amerikaanse oceanograaf uitgenodigd, Jeremy Jackson, een hele beroemde man, naar het schijnt. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar inmiddels wel. En die liet bijvoorbeeld foto's zien van viswedstrijden in de Cariben. Zijn specialiteit is een beetje die Cariben. Hij heeft ook veel onderzoek rondom de Nederlandse Antillen gedaan daar. En wat je ziet is dat bij viswedstrijden uit de jaren 50, dan zie je daar van die grote vissers, mannen staan, hè, met vissen die eigenlijk groter zijn dan zij zelf. Mm. En als je dan nu kijkt naar viswedstrijden van nu, dan is een tonijn of een marlijn vaak niet groter dan zoiets. Dus wij staan die vissen eigenlijk niet eens meer toe, dat was de boodschap, om groot te worden. Vissen schijnen hun hele leven door te groeien. En ze halen niet eens nog een rijpe leeftijd. En dus die vissen worden kleiner. Dit past natuurlijk ook bij iets wat ze in de literatuur omschrijven als de grote attack op megafauna. Hè. Dus grotere soorten, dat is nauwelijks nog mogelijk. Nou, maar als je met mensen daar bent en je vangt zo'n tonijn, dan denk je, daar kun je ook van eten. Dat is die shifting baseline. Hmm. En wat hier ook heel erg een issue is, is natuurlijk intergenerationele kennis. Daarom begin ik dat boek van het Anthropocene ook met het beschrijven van mijn vader. Die dat gebied ten zuiden van Hengelo, een stad waar ik geboren ben, die wist daar zoveel over te vertellen. En die wist daar echt zoveel van. Kende alles, wist alles en ik heb daardoor misschien nog iets meegekregen, maar als je daar nu komt, ja, zie je veel minder. Dus ik gebruik daarom ook het woordje zone heel graag. Hè, zone, dat is voor mij een term. Je voorstel is inderdaad om antropozone. In plaats van antropocene, antropozone te gebruiken. Ja, ja. Want? Nou ja, de zone, dat is een term die ik ontleen aan het werk van Tarkovsky. Dat is een Russische cineast die ooit een film schreef. Stalken. En die gaan dan een bepaald gebied in, een verboden gebied, zoals je dat destijds in de Sovjet-Unie heel veel had. Industrieel, compleet vergiftigd en een nagebied. En daar gaan drie mensen in. Eentje daarvan is een stalker. Een stalker is iemand die toegang heeft tot verboden gebied. Niet iemand die anderen stalkt. Dat is onze betekenis van het woord in Rusland. In het Russisch betekent dat iets anders. En hij neemt twee mensen mee, een professor en een schrijver. Die heet ook gewoon professor en schrijver. En die twee die proberen die wereld daar om zich heen te begrijpen. Maar waar zij binnenkomen, in die zone,
En dan merken ze onmiddellijk dat die zone op hen reageert, dat zij op die zone reageren. Dat je niet eens kunt zeggen van hier, ik, hè, het subject staat tegenover de natuur, het object en weet ik veel wat. Nee joh, die reageren voortdurend op elkaar. En dat is iets wat wij ook vandaag leren. En ik gebruik dat als een allegorie om bijvoorbeeld de hele toestand van het Anthropoceen enigszins duidelijk te maken. En wat is de plaats van de stalker zelf in het verhaal? De professor en de schrijver snap ik. Dat zijn degenen die duiding proberen te geven aan iets wat constant reageert op hun duiding bijvoorbeeld. Of ja, op hun aanwezigheid. En die kunnen dat niet. Dat kan natuurlijk niet. Nee, maar de stalker weet zijn weg in de zone. Die stalker weet zijn weg in de zone, ja. Die of die accepteert ook, laten we iets subtieler maken, die accepteert dat je, dat je het idee moet opgeven dat je daar de weg eigenlijk weet te vinden. En die voelt zich daar eigenlijk veel beter thuis. Wat natuurlijk ook heel erg interessant is in die film, want in die film zit helemaal in het begin een toespraak van de vrouw van de stalker, die haar man eigenlijk toch ook maar een beetje een zorgeloze avonturier vindt. En ook een mooi soort litanie over hem afsteekt. Een mooie, heel mooie scène in de film. Maar hij voelt zich daartoe aangetrokken. En hij probeert ook schrijver en professor, natuurlijk twee professionele identiteiten, ook duidelijk te maken dat hoe hard ze ook proberen om die wereld om hen heen te begrijpen, dat ze het nooit echt in de grip zullen krijgen. En dat is iets wat dat de verhoudingen die je moet hebben ten opzichte van die zone, lees antropozone, dat de verhouding die je moet hebben ten opzichte van die zone misschien iets anders moet zijn dan alleen maar denken van ik moet dit conceptualiseren, ik moet dit begrijpen, ik moet dit vatten. En die woorden als concept, hè, concaperen, zit ook altijd dat idee van begrijpen, net zoals in begrijpen. Hè. Dus vastpakken, begrijpen, controleren. Nou, dat is waarschijnlijk niet helemaal mogelijk. We zitten in een wereld die opgenomen is in processen die voor een heel groot gedeelte ongrijpbaar zijn. Ja, en dat gaat toch enigszins kriebelen aan mij, want wat ik dan denk is, dan ga ik er weer over nadenken. Hoe kun je enigszins een idee hebben van hoe je je verhoudt tot die zone als je geen representatie ervan hebt, als je geen concepten ervan hebt, als je niet snapt hoe het eruit ziet, impliciet of expliciet? Sjaart, dat het gaat kriebelen, is precies de bedoeling. Wij kunnen kennis hebben zonder dat we ons dat meteen helder voor ogen hebben. Zonder dat we meteen een helder soort representatie hebben. En dat vergelijk ik dan ook weer een beetje met mijn vader, die ik ook zag als een soort van stalker in dat gebied ten zuiden van Hengelo. Een gebied dat zwaar aangetast is door industrie. Zoutwinning met name, maar ook andere ellende die daar plaatsvond. En hij had weet van dat terrein die in zekere zin pre-wetenschappelijk is. Misschien zelfs fenomenologisch. Dus een begrip van wat daar gebeurde, zonder dat hij dat helder voor zichzelf kon formuleren. En hoe komt dat begrip tot stand? Nou ja, hij kijkt naar een bomenrij en dan ziet hij beesten in die bomen zitten die ik helemaal niet zie. Of hij ziet een hermelijn door sneeuw. Moet je doorkijken, dat gaat dan allemaal in Twents. En dat weet ik nog heel goed. Hij zag allemaal dingen die ik niet zag. Ik heb dat ook wel elders in de wereld meegemaakt. Mm-hmm. Ik weet dat ik eens een keer in, hoe is het natuurpark nou? Vlakbij Accra in India. Bharatpur, dacht ik. Een soort heel beroemd vogelpark. En ik weet nog heel goed dat ik daar met een van die gidsen die wij daar hadden meeging. En die meneer die zag ook dingen die ik helemaal niet zag. Dus een heel ander soort kijken naar de werkelijkheid om je heen. En dat interesseert mij heel erg. Dus ik probeer daar natuurlijk in het boek ook een soort van begrip voor te kweken. Dat je andere manieren hebt om je te verhouden tot wat wij over het algemeen alleen maar natuur noemen. Ja. En die natuur is natuurlijk een heel moeilijke term.
Dus de westerse cultuur is een van de weinige culturen die een expliciet begrip van natuur heeft ontworpen. Dus de Franse antropoloog Philippe Descolas heeft dat mooi laten zien in een boek Au-delà de la nature. Aan de gene zijde van de natuur. Hoe komt het dat wij hier een begrip van fusis, van natuur, hebben ontworpen die in bijvoorbeeld Chinese filosofie ontbreekt? En zou je dat, zou je die verhouding van de stalker tegenover de zon, zou je dat willen voorschrijven als een remedie tegen de kwalen van het antropoceen? Nee, er zit een andere manier van omgang in, maar ook die manier is niet onproblematisch. Hmm. Dus wat ik probeer te laten zien in het hele boek is dat iedere omgang met natuur of met omgeving of ecologie, dat is dan het woord dat ik dan prefereer, dat het altijd op problematisch is. Je wordt voortdurend geconfronteerd met de beperktheid van je kennen. Je wordt voortdurend geconfronteerd met de enorme invloed die je desalniettemin uitoefent. Mm-hmm. Je wordt voortdurend geconfronteerd met onbegrip van anderen. Je wordt, ik ben geïnteresseerd in mensen die prima kunnen navigeren door dat soort oren. En een ander soort begrip ervan hebben. Ik probeer natuurlijk ook ruimte te creëren voor denken. Albert Faber, die nou net een nieuw boek uitgeeft over het antropoceen. Wat minder filosofisch boek dan mijn boek. Maar die noemt dat een maximering of maximalisering van denken. Van denkkracht. En ik denk, ik hoop ook dat mensen die buiten de wetenschap staan, zich willen inzetten voor de problematiek die wij hier hebben en daar wat aan willen doen. Dus dan denk ik ook aan kunstenaars en misschien aan stalkers. Ja, dus die dus op een andere manier kijken naar wat zich daar allemaal afspeelt. Ik zeg zo, nog een klein voorbeeld. Ik heb al eerder eens een boek geschreven waar ook veel ecologie in zit. Dat is Water heet dat. Geofilosofische geschiedenis. En ik heb toen bijvoorbeeld heel erg veel geleerd van muskusrattenvangers. Ik ben wel eens met die mensen meegegaan. En die kijken toch anders dan wetenschap naar waterproblematiek. En die zien dingen die wetenschappers niet zien. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld waar het niet goed gaat met de dijken als gevolg van te veel keulen en gangenstelsels die gegraven zijn. Of die hebben daar op de een of andere manier niet echt een harde gegevens voor nodig of harde analyses. Dus die hebben een begrip daarvan. Ze zien ook, ik ben ook een keer, kreeg ook iets te horen van verkleuring van water. En dat zou het gevolg zijn van verzilting. Dus het zijn die mensen die heel veel kennis hebben, die vaak ook nog bij waterschappers zitten, die heel veel kennis hebben, die eigenlijk niet zomaar 1, 2, 3 doordringt in de wetenschap. Zelfs dus zie je ook, die publiceren uiteindelijk geen papertjes in allerlei tijdschriften. Maar je kunt ook denken aan kunstenaars die ook heel anders kijken. En ik ben in Nederland wel veel bezig met kunstenaars. Dus ik ben regelmatig bij tentoonstellingen die ook thema's rondom dat antropoceen opwerpen. Dus dat wil allemaal niet zeggen dat die andere blik of die pre-wetenschappelijke blik, dat die superieur is aan die wetenschap. Dat hoor je mij helemaal niet zeggen. Nee, alsjeblieft niet. Die wetenschap moet vooral onderzoek blijven doen en veel blijven registreren. Dus blijf vooral je gang gaan. Maar als het gaat om die maximalisering van denkkracht, heb je alle energie nodig. En uiteindelijk zal die energie ook moeten komen van managers van bedrijven of van politici. Bij die laatste twee groepen, dat kun je dan cynisch noemen, maar daar ben ik nog niet zo optimistisch over. Nou, de politiek wil dus heel veel gaan doen aan de klimaatverandering. En wat je al noemde, is dat het pakketje wat ze voor ogen hebben iets van 160 miljard gaat kosten. Ja, dat gaf ik aan. En er is natuurlijk van alles. Nederland wil in het kader van
van die klimaatakkoorden, het beste jongetje uit de klas zijn. Nijpels en al die mensen die praten daarover. We gaan niet 2 graden, we streven naar 1,5 graden voor 2050. Maar mijn probleem met dit soort doelstellingen is dat het altijd zo makkelijk is om te praten over doelstellingen die over 32 jaar gerealiseerd moeten zijn. Het is veel makkelijker om daarover te praten dan over de vraag hoe je nou een beetje beweging krijgt in de huidige toestand. Want er is van de week ook weer zo'n IPCC-rapport geweest dat er al op wijst dat als de temperaturen 2 graden, als je het weet te beperken tot 2 graden, dat al catastrofaal zou zijn. En dat is, dat vind ik dus, dat vind ik dus eigenlijk wel een soort teken aan de wand. Dus we maken een soort doelstelling en het is echt, die 2 graden is volgens al die wetenschappers die ik dan ken, en die erover spreken, een soort minimumvereiste. Maar dat is het nog niet eens. Dat is al een ramp, 2 graden. Dus ja. Aan de ene kant zeg je, we proberen de beste van de klas te zijn door allerlei doelstellingen te zetten over 32 jaar. Ja. En aan de andere kant geef je aan dat die doelstellingen eigenlijk veel te laag zijn. Ja, die doelstellingen zijn veel te laag. Maar dit is ook een van de problemen die ik heb met optimisme. Wij maken een doelstelling en 32 jaar, stip op de horizon. En daar gaan we ons aan houden. Maar we hebben niet meer de tijd om daar 32 jaar over te doen. Je moet nu maatregelen nemen. Althans, als ik al die wetenschappers mag geloven. En ik ben wel geneigd om ze te geloven. Dus het moet veel sneller, het moet nu gebeuren. Je moet nooit vergeten dat die klimaatakkoorden het gevolg zijn van een politiek compromis. En ik weet nog dat de kranten destijds zeiden van, ja, oei, dat is knap. Eindelijk zijn ze het allemaal een beetje eens met elkaar. Totdat Trump uit die klimaatakkoorden wegstapte. Maar een van de redenen waarom ze het allemaal eens met elkaar zijn geworden is dat in die 2 graden tot 2050 zit natuurlijk nog enorm veel ruimte, enorm veel flexibiliteit. Men kan tussen dan en nu nog van alles veranderen en weet ik veel wat. Dus de discussie over een doelstelling die over 32 jaar gehaald moet worden, is wat mij betreft altijd heel vrijblijvend. En tegelijkertijd wordt die discussie ook heel erg gemoraliseerd. Dus de kranten zijn al enorm blij dat überhaupt een akkoord bereikt is, als een soort van morele overwinning op, ik zou niet weten wat. Nou ja, dat is de symbolische waarde die dan van zo'n klimaatakkoord uitgaat. Dat is het besef. In ieder geval lijkt te zijn doorgedrongen dat we allemaal in hetzelfde bootje zitten. Zoals de Duitse filosoof Sloterdijk dat ooit eens zei. In hetzelfde boot. En dat is natuurlijk iets wat in zekere zin een overwinning is. Van al die klimatologen en andere beoefenaren van Earth System Sciences. Hmm. En wat doen die Earth System Sciences? Natuurlijk duidelijk maken dat er een overkoepelend belang is. En niet een belang dat alleen maar te maken heeft met deelbelangen. En als iedereen ergens, als er één symbolische waarde is van die klimaatakkoorden. Maar ik vind dat heel dunnetjes hoor. Dan is het, hey, we begrijpen allemaal. Dat we last kunnen krijgen van die klimaatverandering. Iedereen behalve Trump. Maar Trump is natuurlijk een ontzettend slimme rakker. Dus die denkt dat de wetten van de planeet niet op hem van toepassing zijn. Ja, in ieder geval niet op de VS. Wat zeg je? In ieder geval niet op de VS. Dus op de VS. Je merkt al dat ze enorm veel last hebben in Californië en andere delen van de VS. Dus nog wat meer hurricanes over te mag. Ja. En tegelijkertijd is er ook het idee dat zolang we het met elkaar eens kunnen zijn over 32 jaar iets te bereiken, dat de experts het wel voor elkaar gaan krijgen. Dus er is weer een vertrouwen op de elite, op de politici, op de wetenschappers. De discussies zijn natuurlijk niet van de lucht. Er wordt nog steeds volop over gediscussieerd. En je hebt inderdaad het zogenaamde ecomodernisme, zoals dat dan heet. En dat zijn mensen die denken dat er vroeg of laat wel een technische oplossing zou komen voor alles wat er gebeurt. En die dat kunnen. Ik denk dat Trump zich daar ook onder schaast. Dus en er worden oplossingen aangereikt. Als het warmer wordt, nou dan zou je spiegels in de
in de woestijn kunnen zetten die het zonlicht terugkrijgt. Dus je kunt aerosolen kun je in de dampkring spuiten. Aerosols? Ja. Ja, ik noem het altijd aerosol. Ik weet nooit hoe ik het moet uitspreken. Wat zijn dat precies? Dat zijn gassen die je daar los kunt laten. En die bijvoorbeeld zwaveldioxide bevatten. En zwaveldioxide schijnt de eigenschap te hebben dat het zonlicht terugkaatst. Het is raar om dat als oplossing voor te stellen, wetende wat we net besproken hebben, dat we geen idee hebben hoe dat zich verhoudt tot de rest van de ecologie. Ja, dat is het probleem met die oplossing. We weten, je lost een bepaald probleem op, maar je krijgt er misschien een hele hoop andere voor terug. Dus wat ik weet is dat heel veel mensen die zich met klimaat bezighouden heel aarzelend zijn over dit soort geoengineering solutions. En en het grote gevaar is dat overheden hier naartoe zullen grijpen als de gevolgen van klimaat nog onheilspellender worden dan ze nu al zijn. Ik heb zelfs wel eens gehoord dat je vulkanen tot explosie moet brengen, want steeds als er een grote vulkaanuitbarsting is geweest, zakt de temperatuur ook iets. Dat doe je met atoombommen. En waar zouden we die moeten laten vallen? Ja, die moet je niet. Nee, je moet vulkanen niet bombarderen. Dat gaat subtiel in ondergrondse atoombommen. Ja, en die dan eruptie. Nou, bijvoorbeeld de supercaldera bij. Dit is een serieus voorstel van. Hier wordt wel meer gedaan. Wetenschap heeft altijd twee kanten. In de ene kant is die bescheiden wetenschapper die denkt dat alles alleen maar incrementeel is, alles alleen maar geleidelijk gaat, dat oplossingen niet voorhanden zijn, dat het moeilijk is, dat de problematiek heel erg ingewikkeld is en dergelijke meer. Maar je hebt natuurlijk ook een wetenschap die een soort van Prometheïsche kant heeft. Hè? Prometheus, hè, de mythologische figuur, die de hele wereld naar zijn hand wil zetten. En met behulp van technologie, met behulp van techniek en dergelijke meer. Prometheus was natuurlijk degene die het vuur van de hemel staan, om dat in de vorm van technologie aan de mensen te geven. En dat is natuurlijk ook heel handig, want de mens is het deficiente wezen, het wezen dat nog niet kan bestaan zonder technologie en dergelijke meer. En vaak is wetenschap ook gewoon een soort van vehikel geweest naar het inzetten en gebruik van allerlei vormen van technologie. En dat heeft ons geen windeieren gelegd, maar het heeft ook af en toe geleid tot catastrofes. En de grote vraag is of dit soort geoengineering solutions, of die dus niet zullen leiden tot een verergering van de catastrofe. En daar zijn wij allemaal een beetje, daar zijn veel mensen angstig voor. Dus je hebt verschillende soorten oplossingen. Ik ben nogal wat bekritiseerd omdat ik oplossingen zou ontkennen. Wat helemaal niet zo is. In de klimatologie maakt men op een onderscheid tussen drie soorten oplossingen. Er kunnen meer hurricanes komen op een bepaald gebied. Nou, en dan kun je proberen de gevolgen van die hurricanes, die kun je dan proberen te verzachten. Dat heet dan mitigatieve oplossingen. Door bijvoorbeeld betere waarschuwingssystemen. Dus als er nu weer een hurricane over de Antillen raast, vallen daar doorgaans minder dooien bij dan vroeger. Ook al zijn de consequenties nog steeds vernietigend. Je hebt adaptieve oplossingen. Dat is de tweede reeks. Dat is bijvoorbeeld betere huizen bouwen, betere dijkwering bouwen, noem maar op. Maar door de gevolgen van een eventuele tsunami minder drastisch zouden zijn, enzovoorts, enzovoorts. Maar tegen dat soort oplossingen ben ik natuurlijk helemaal niet. Maar dan heb je die derde groep van oplossingen. Geoengineering, climate engineering. Die dat Prometheïsche karakter hebben. En daarbij moet je je voortdurend afvragen, is de oplossing niet erger dan de kwaal die je probeert te verhelpen? En dat weten we niet precies. Is dat niet juist dan een maakt dat niet juist de kennis van netwerken, feedback loops, die gele ecologie noodzakelijk? Ja.
Maar aan het begin zei je, dat gaan we nooit volledig in kaart kunnen brengen. Dat ga je niet volledig in kaart brengen. Je kunt bijvoorbeeld de Beringzee bedijken. Ik geloof dat dat ook een idee is dat ooit is ingebracht is om maak een dijk van Alaska naar Siberië. En dan verhinder je dat bijvoorbeeld warm water van de grote oceaan de Noordelijke IJszee inspeelt. En dat zou dan smelten van de Noordelijke IJszee tegengaan. Nou, afgezien nog van het feit dat niemand weet wat voor consequenties die dijk heeft voor bijvoorbeeld de beesten die daar leven, die bijvoorbeeld rondom de vorstgrens leven, zeehonden, walrussen, noem maar op. En al de beesten die daarvan afhankelijk zijn, jacht en noem maar op. Niemand weet precies wat daar de consequenties van zijn. Is het ook nog eens zo dat lang niet iedereen met evenveel belangstelling en plezier naar zo'n soort oplossing uitkijkt. De Russen die verheugen zich al op smelten van de Noordelijke IJszee. Die denken namelijk dat is een tweede Suezkanaal. Oké, nou dan zitten we dus in een dilemma waarbij we kennis nodig hebben van een bepaalde netwerk en relaties binnen de ecologie die we nooit kunnen gaan blootleggen. Ja. Tegelijkertijd hebben al onze handelingen desastreuze effecten op die. Niet al onze handelingen natuurlijk, maar wij kunnen als zo handelen. Ja, ja. Als antropos hebben we een bepaald soort nefaste invloed. Ja. Tegelijkertijd heeft de stalker enigszins een idee van hoe die zich daarin moet bewegen binnen specifieke zones. Maar die mist natuurlijk ook de kennis om op planetaire niveau enigszins wat zeggenschap te hebben of wat zinnigs te zeggen. En tegelijkertijd zijn we als individuen volledig machteloos tegenover wat er op het niveau van de antropos plaatsvindt. Dus hoe kunnen we ons überhaupt verhouden tot deze... Ja, dat is een van de filosofische puzzels die ik heb. Dat is, hoe verhoud jij je als individu tot dit soort machtige gehelen? Daar heb ik geen antwoord op. Dat is een paradox die zeer te denken geeft. Ergens in die literatuur, niet alleen bij Morton, ook elders kom je het beeld tegen van die zandhoop-paradox. Daar heb ik het wel eens mee vergelijken. Je kunt één zandkorrel hebben en je gooit er nog een zandkorrel bij. Maar dan heb je twee zandkorrels, nog een zandkorrel, dan heb je drie zandkorrels. Wanneer wordt een bepaalde hoeveelheid zandkorrels een zandhoop? Dat is natuurlijk interessant. Nou, als je iedere zandkorrel nou ziet als iets wat jij doet. Vlees eten, in het vliegtuig stappen, auto rijden, noem maar op. Dan doe jij dat echt niet om de wereld naar de verdommenis heen te helpen. Dat maakt moraliseren ook zo ingewikkeld. Maar als we het allemaal doen, dan wordt het een probleem. Ik kan bijvoorbeeld stoppen met vlees eten, wat ik trouwens al heel lang geleden heb gedaan, maar dat even terzijde. Maar dat neemt niet weg dat de vleesconsumptie wereldwijd gigantisch toeneemt. Je kunt bijvoorbeeld stoppen met vliegen, maar dat neemt niet weg dat de vliegbewegingen wereldwijd gigantisch toenemen. Dus, en dat duidt op een hele ingewikkelde verhouding tussen wat jij als individu kunt doen en hoe het geheel zich gedraagt. Dus wat jij doet als individu is statistisch volstrekt irrelevant. Dat maakt ook enerzijds, of jij nou vlees eet of niet, dat maakt voor die wereld verder niks uit. Maar het feit dat we allemaal heel veel vlees eten, dat is ingewikkeld. Moet jij dan stoppen met vlees eten? En de wetenschap dat de rest meer vlees gaat eten? Ja. Ik heb daar geen oplossing voor. Sorry. Ik kan natuurlijk wel een morele oproep doen. Oh, mensen, geen vlees meer eten. Maar dat is. Dan hou je niet op met morele oproep. En je mag ook niet meer vliegen. En je mag niet meer dit en je mag dat niet meer. Ik weet dat ik eens een keer op zo'n sessie was op de Schelling. En daar zaten allemaal mensen die zich ook goed wilden voelen naar aanleiding van zo'n verhaal. Ja, en een mevrouw die zei, dit doe ik niet, dat doe ik niet, dat doe ik niet. Maar toen gaf ze wel toe dat ze avocado's had. En iets wat je niet moet eten, dat zijn avocado's. Dus vond ze de lekkerste groente die er was. En zo is er altijd wat. Is het geen fruit? Is het een groente?
Avocado? Oeh, dat weet ik niet. Dat is een discussie. Maar ik dacht groente. Maar misschien is het ook fruit. Ik weet het niet. Maar daar zie je dus dat een van de grote fundamentele vragen die je hebt. Dat is eigenlijk die vraag naar de verhouding tussen de enkeling en het geheel. Hmm. En daar hebben wij gewoon moeite mee. Waarom ben je dan zelf gestopt met vlees eten? Oh, dat had niet eens reden om vegetariër te willen zijn of zo. Okay. Nee, dat is een combinatie van oorzaken. Ik merkte dat ik dat in vlees bepaalde eiwitten zitten waar ik ziek van word. Ah, oké, dus dat is een persoonlijke. En dat heeft iets persoonlijks te maken, maar ik heb ook in een slachthuis gewerkt. En 1 plus 1 is 2. Toen dacht ik van, geef mij portie maar een fikkie. Ik ben overigens wel viseter sinds een jaar of 7, 8. Zoiets ben ik weer vis gaan eten. Ik vind dat vegetarisme moeilijk vol te houden. Maar dat komt ook omdat ik allergisch voor peulvruchten ben. Ja. Maar ik heb toch zeker, ik denk toch wel zeker 20, 22 jaar geen vlees en vis gegeten. Maar daar sla ik me helemaal niet voor op de borst. Ik doe een hele hoop andere slechte dingen. Wijn drinken is ook niet goed. Of de wereld reizen is ook niet goed. Dus dat heeft niet zoveel zin. Ja. Ik ben over het algemeen überhaupt bang voor moraliseringen van de hele discussie. Dat moraliseringen over het algemeen leiden tot weerstand. En niet een bereidheid om mee te denken. Als ik jou ga zeggen dat jouw levensstijl niet goed is, dan snap je, dan voel je al meteen, hé, waar bemoeit hij zich mee? En dan gaan ze om me door. Ik kan best wel naar het Brabantse platteland gaan, om daar een stelletje ondernemers in de agriculturele sector uit te leggen dat vlees eten ontzettend slecht is. Denk je dat dat werkt? Dat werkt niet zo. Dus ik heb daar altijd hele grote twijfels bij. Ik geloof best dat we allemaal ethische wezens zijn of morele wezens, maar er is iets anders dan een moralist wordt. Dus iedereen moet zichzelf maar bepalen wat hij wil doen en hoe hij zich verhoudt. Het enige wat je wel kunt doen is natuurlijk uitleggen dat er bepaalde dingen gebeuren met die wereld die misschien zorgwekkend zijn. Misschien niet voor jou, maar dan toch voor onze kinderen of wat dan ook. Ja. Dus dat zou je kunnen doen. En dan moeten mensen zelf maar een conclusie trekken. Dus om een ander voorbeeld te geven. Er is op dit moment in die hele ecologie en ecosofie ook een hele discussie over de vraag of het nog wel moreel verantwoordelijk is om kinderen in de wereld te zetten. Nee. Als een van de belangrijkste problemen de mens is, en vooral de hoeveelheid mensen, als dat echt een van de problemen is, dan is het in de wereld zetten van kinderen niet langer moreel onproblematisch, zou je kunnen zeggen. Moet je dus allemaal mensen gaan zeggen dat ze zich niet meer moeten voortplanten? Je hebt die stromingen, hè? Het zogenaamde antinatalisme bestaat echt. En dat heeft mij een acute belangstelling. Dat gaat in mijn nieuwe boek over extinctie, ga ik dat ook echt bespreken. Er zijn mensen die, dus Malthus is wat dat betreft helemaal terug. Eensgezinspolitiek, maar dan om ecologische redenen. Ja. Een soort eco-maoïsme of eco-stalinisme, weet ik veel wat je dan krijgt. En dat, ik vind dat heel raar, omdat heel veel problemen zou je ook misschien kunnen oplossen door betere manieren van welvaartsverdeling creëren over de hele wereld. Waardoor het voor een Afrikaans of Aziatisch gezin niet langer noodzakelijk is om de toekomst te verzekeren met behulp van heel veel kinderen. Nee, maar dat is kennelijk heel ingewikkeld. En de bevolkingsexplosie die nog moet gaan komen, naar verluid, niemand weet het 100% zeker. Maar die bevolkingsexplosie die nog moet gaan komen, die gaat met name in Azië en in veel sterkere mate nog in Afrika plaatsvinden. Want het heeft natuurlijk te maken met ontwikkelingen van in Afrika en Azië, waarbij het algemene welvaart en gezondheidsniveau omhoog gaat. Ja, dat hopen wij. En dat gaat gebeuren. Maar het is ook zo dat in hele delen van Afrika de leefbaarheid steeds minder wordt. Daarom krijg je onder andere vluchtelingen. En
Je hebt die, dat idee van de pincode van de wereld, heb je daar wel eens van gehoord? Ja? Nee. Dat is 4111. Ergens kwam ik dit tegen bij iets van de Verenigde Naties. De pincode van de wereld. 4111. En dan 4 is 4 miljard van Azië. En 1 is 1 miljard van de andere. Die pincode verandert in 5411. Of 5411. Naar 4 miljard inwoners. Dus 5 miljoen van Azië gaat naar 4 naar 5. Van Afrika gaat van 1 naar 4. In de komende 50 jaar. En dan heb je bij de Amerika's, die zouden dan nog 1 miljard hebben. En dan Europa bungelt achteraan met een 500 miljoen. Want hier gaat de bevolking afnemen. Dat is ook wel weer in Nederland. Okay, ja, in Europa, ja. Dat is de voorspelling. Vergrijzing. En ontvolking van het platteland. Dus wij gaan in Europa weer wildernis krijgen. Dat zie je ook al, hè. Rewilding is dan het grote woord dat dan overal gebruikt wordt. Maar goed, dan zitten we in een dilemma waarbij we niet op de experts hoeven te rekenen. Want die kunnen niet alles in kaart brengen wat nodig is om tot een oplossing te komen. Ja. Wij als individuen, onze individuele handelingen, hebben heel weinig effect. In principe geen effect. Ja. En dat betekent dat daar komt het dwalen vandaan. Dus in het antropoceen zijn we eigenlijk op elke manier aan het dwalen over. Ja, het is een beetje troosteloos, hè? Ja. Ja. Nou, maar goed, ik heb hiervoor wel dingen gezegd over maximalisering van denkkracht, creativiteit. En dat is gewoon wat nodig is. Ook een van de dingen die ik ook noem in mijn boek is dat je op moet houden met een scheiding maken tussen natuurwetenschappen en geesteswetenschappen. Als natuur en cultuur zo op elkaar ingrijpen en zoveel met elkaar te maken hebben, kun je niet logischerwijze volhouden dat er nog een methodologische grond bestaat voor het onderscheid tussen natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Dus dat moet allemaal weer dringend met elkaar verbonden worden. Wij hebben een idee gehad van natuur als iets in de moderne tijd. En dat is allemaal denken waar je vanaf moet. En dat de natuur iets naar buiten is. Als iets wat passief is. Als iets wat in de termen van René Descartes een soort uitgebreid ding is. Dat zich als een soort machine gedraagt. Je ziet dus in die hele filosofie, maar ook in de ecosofie of in allerlei wetenschappen steeds meer besef dat de natuur een levend ding is in plaats van een zielloze automaat. Ja, dat is dat idee van de wereld als een mechanisme is doordrongen in onze wetenschap in principe. Ja. En daar lijkt ook de empirische wetenschap wel op gebouwd. Dat je, zolang je de mechanismen kent van het dode natuur en zelfs het dode menselijke lichaam, dan kun je het voorspellen en kun je het beheersen en manipuleren. Ja. En dat is een specifieke soort kennis. In jouw pleidooi is er dan ook meerdere manieren van kennis. Er zijn zeker meerdere manieren van kennis. En bij deze hele machinale opvatting van dat wat we natuur noemen, zou je zelfs kunnen afvragen of dat echte, of dat überhaupt nog zinvol is. Dus in lange tijd zijn dieren bijvoorbeeld beschouwd als automaatjes, machines. Mm-hmm. Zie je bijvoorbeeld nog in behaviorisme. Hè? Stimulus, respons. Pavlov-reacties, dat is wat een hond is. Nou, er is geen dierkundige die dat nog gelooft. En die beesten zitten ingewikkelder in elkaar. Zou je niet de neurowetenschappen willen kunnen beschouwen als een poging om ook de mens volledig te mechaniseren? Of het denken te mechaniseren? Of de mechanismes van het denken te proberen? Nou, of de neurowetenschappen dat doen, dat weet ik niet. Maar daar heb je ook weer heel veel stromingen in. Maar er is zeker wel zoiets dat bijvoorbeeld in die studies van artificiële intelligentie, dat men geïnteresseerd is in de denkprocessen die gereduceerd zouden kunnen worden tot data. Nou, dat is een proces, dat zie je ook wel gaan. Hè? Dus dat betekent bijvoorbeeld, Sjaap, bij jou, je hebt heel veel dingen in je hoofd zitten en zo, maar straks word je ziek. En dan zou je dat wat in je hoofd zit in computers kunnen downloaden,
als data. En dan kun je met dat wat in dit hoofd zit, later weer een nieuw substraat zoeken. Dat wil zeggen nieuwe substantie, nieuw lichaam. Bijvoorbeeld van een jonge mooie godheid. Die... ja. Het leuke is, maar het leuke is dat dat eigenlijk nog berust op een dualistische wereldbeeld. Ja, precies, precies. Dat lijkt... Ik weet niet hoe dat nog stand kan houden. En het lijkt me onwaarschijnlijk dat je geest of whatever kan bestaan zonder het huidige substraat wat die is. Ja. Dus er is nog steeds een conceptuele scheiding waarvan we denken dat het een substantiële scheiding is. Heel religieus ook, heel gnostisch. Heel cartesiaans. Er zit zeker een soort van dualisme in. Dat denkt dat de geest nog steeds los van het lichaam gedacht kan worden. En dat het lichaam inderdaad een soort omhulsel is. Of een soort apparaat is. Waarin je dan, of waaraan je dan bijvoorbeeld bepaalde data moet toevoegen. En die data zijn dan opgeslagen in jouw hersenen. Ja, ik vind dit soort denkbeelden die je dan af en toe tegenkomt, en die vind ik eigenlijk heel bizar. Ja, ik begrijp er helemaal niks van. Maar er zijn mensen die hier bijvoorbeeld allerlei fantasieën over koesteren, over de onsterfelijkheid van de mens. Dus dan is het lichaam iets wat je aflegt en dat je af en toe... Transhumanisten zoals Nick Bostrom en Ray Kurzweil die... Kurzweil, precies. Bostrom, die mensen die in de industrie zitten. Van Amazon.com, Google. Die zijn er allemaal mee bezig. En de hele graying-beweging die zegt dat ouderdom een ziekte is. Cryogene experimenten. Wat natuurlijk vanuit een bepaald soort perspectief heel interessant is. Omdat je... dat laat ook weer zien waar wetenschap mee bezig kan zijn. He, aan de ene kant zie je, wetenschap is heel eschatologisch geworden. Dus houden ze zich bezig met uiterste dingen. Enerzijds houden ze zich bezig met extinctie van de mens. Mm. Want dat is de dreiging die volgens heel veel van die klimatologen er zit aan te komen. Niets minder dan dat. Niet het vervallen van de aarde, maar de extinctie van de mens. Dat is eigenlijk wat gevaar is. Ja, die aarde, die planeet, die klapt echt niet uit elkaar. Ja. Dat is zo'n massief stuk steen. Daar mogen de geologen in geloven. Dat blijft wel ronddraaien. De vraag is natuurlijk of er dan nog mensen op zullen leven. Dat is dan de grote kwestie. Maar stel dat de menselijke extinctie inderdaad in het geding is. En daar wordt echt expliciet voor gewaarschuwd. Dan zie je, dat is het uiterste aan de ene kant. Hè. Onze extinctie staat op spel. Mm. En aan de andere kant zie je, niet dezelfde, maar ook wetenschappers, die zich bezighouden met de mogelijke onsterfelijkheid van ons. Wat ik natuurlijk heel grappig vind. Een mooie paradox. Wetenschappers die zich bezighouden met ons uitsterven en wetenschappers die zich bezighouden met onze onsterfelijkheid. Dat is fantastisch. Hij noemt het paradox, maar het lijkt mij juist een logische reactie op. Als de extensie van de mens in beeld komt, dan lijkt me logisch dat je gaat nadenken over hoe je kan zorgen dat die mensen blijven leven. Sterfelijkheidsfantasieën zijn er al heel lang. Hè? Extinctiefantasieën zijn er ook wel, maar zijn wat minder lang. Hè? Wij zouden allemaal in het hiernamaals wel kunnen voortbestaan. Hmm. Maar goed, er zijn altijd pessimistische stromingen die gedacht hebben, het is misschien wel heel goed dat de mens helemaal niet meer zou bestaan. Dat is overigens een min of meer legitieme positie vandaag de dag. David Benatar, een Zuid-Afrikaanse filosoof, schreef bijvoorbeeld een boek met de titel Better Not To Have Been Born. Waarin die boek dat hij trouwens opdraagt aan zijn ouders. Wat natuurlijk interessant is, hè. Van wie die heel veel houdt, ook al hebben ze hem later geboren. Ja, of geboren later worden. Dat is pas cynisme. Ja, dat is cynisme, ja. Precies. En die legt uit, op basis van hele eenvoudige utilitaristische argumenten, die er allemaal van uitgaan dat het beter is als er meer plezier dan pijn is in het universum, mm-hmm. dat het misschien wel heel verstandig is, omdat ieder leven uiteindelijk meer pijn dan plezier kent. Dat je het leven gewoon uitwist.
Want dan is de pijn niet meer dan het patiënt. Dan is de calculus hoger dan als mensen er al zijn. Negatief utilitarisme heet die stroming. Ja. En dat is... En Boström heeft er ook een handje van. En je hebt nog meer Piers. En er zijn een hele hoop namen van mensen die daarmee bezig zijn. Ja, ik vind het hele bizarre manieren van denken. Ik heb er helemaal niks mee. Maar goed, ik wil het wel bestuderen. Ik vind het ook wel veelbelovend om onsterfelijk te kunnen worden. Ja, word je er wel blij van die gedachte? Ik zou dat wel interessant vinden. Ik hoor wel vaker mensen zeggen, nou, dat zou ik nooit willen worden, want ik weet niet zo goed wat redenen zijn. Je gaat je vervelen of iedereen waarvan je houdt sterft uiteindelijk. Maar ik denk dat de voordelen daar zeer tegenop wegen. Je kan eindeloos blijven doorgaan. Je hoeft niet... Dat komt omdat jij nog een levensgenieter bent. Je kan geen enkele... Ja. Je hoeft geen grenzen aan te nemen. Ja, maar jij bent nog een levensgenieter. Ik ook. Ik hoop niet dat het voorlopig... Dat het heel snel voorbij gaat. Dus... Maar ja, ik ben kennelijk ook in beeld, want ik kreeg vanochtend een oproep, bevolkingsonderzoek naar kanker. Oh, gor. Heb ik nog nooit over nagedacht dat ik zoiets zou kunnen krijgen. Dus daar is, ik zou dan willen voorstellen dat iedereen een keuze heeft. Maar de facto komt het ook neer op een keuze, want diegene die dan onsterfelijk zou kunnen worden, hele interessante ethische debatten. Wie komen daar als eerste voor in aanmerking? Ja. En wie geeft mij een criterium waarmee je zou aan kunnen duiden dat jij, Sjaard, belangrijk genoeg bent om in aanmerking te kunnen komen voor onsterfelijkheid? Nou, die vraag komt alleen ter sprake wanneer het een schaars goed is. Ja. En dat zal het vast in het begin denk ik ook wel zijn. Maar denk je dat leven nog mogelijk is als iedereen onsterfelijk wordt? De bekende artsfilosoof Bert Keizer die heeft mij dat ooit eens duidelijk gemaakt bij een rechtszaak die aangespannen werd tegen de dood door twee kunstenaars. Dat was vorig jaar in Amsterdam in het Paleis van Justitie. Er zijn ook echte rechters en wetenschappers, getuigen, Sjaars, D-Sjaars. Mm-hmm. De dood stond in het beklaagde bankje. Het idee was ontstaan door twee kunstenaars die een vriend hadden verloren op veel te jonge leeftijd. En die toch eigenlijk overweldigd werden door de gedachte dat hier onrecht was geschied. En moet je dan de dood, die grote democraat die iedereen raakt, hè? Ongeacht of je rijk bent, ongeacht je ras, geloof, wat dan ook. Moet je die dan in het beklaagde bankje stellen? Sommigen vinden van wel, anderen vinden van niet. En Bert Keizer was dan degene die de zaal toen en mij ook echt uitlegde dat leven alleen maar mogelijk is als er ruimte gemaakt wordt. En als iedereen onsterfelijk is, lijkt me dat er toch steeds minder ruimte gemaakt wordt. Of ga jij nadenken over andere vormen van substantialiteit? Dat jij niet meer een lichaam hebt, maar gewoon virtueel of zo leeft. Hologramtechnisch. Ik begrijp het argument niet. Ik begrijp het argument niet dat op het moment wanneer dood niet meer in het vooruitschiet zit, dat je dan niet meer leeft. Ik snap wel dat je het idee van je eigen sterfelijkheid of van je eigen eindigheid een bepaalde urgentie creëert. Om handelingen te gaan verrichten of whatever. Maar ik begrijp niet, misschien dat je dat kan uitleggen, waarom je niet meer zou leven als je dood bent. Ik bedoel... Ja, dat kan ik niet uitleggen. Omdat je vraagt mij als je dood bent. Nou, die ervaring... Sorry, als je niet... als er geen dood is, waarom je niet meer zou leven. Wat er zo overtuigend was aan Ed Keizer's woorden. Nou ja, het idee dat leven alleen maar mogelijk is op het moment dat er ruimte komt. En doodgaan is in feite niks anders dan ruimte maken voor volgend leven. Dat vind ik nogal verhelderend. Want als wij allemaal onsterfelijk zijn, stel je voor dat alle mensen die er tot nu toe zijn geweest onsterfelijk zijn, dan heb je er wel heel veel. Hoe zou dat zijn? Even aannemen dat we op dezelfde manier met lichamen te maken hebben. Zou dat nog prettig zijn? Onsterfelijke overpopulatie of een overpopulatie van die onsterfelijk is. Nou, dat zou natuurlijk heel problematisch zijn.
Ja, probeer ik. Maar dat is een gedachte-experiment. Als je... Ja, maar kom, wij zijn nu aan het praten over een gedachte-experiment. Maar wat ik bedoel is, ik zou zeker niet de wereld willen overpopuleren. Maar ik denk dat er ook manieren zijn om mensen onsterfelijk te maken zonder te zorgen dat de aarde overgepopuleerd wordt. Even vanuitgaande dat we nu niet al van overpopulatie spreken. Maar dan krijg je uiteindelijk de ethische vraag van wie komt in aanmerking voor onsterfelijkheid en wie niet. En wie mag zich voortplanten en wie niet. Ja. Want dat is natuurlijk dan ook de vraag. Niet iedereen kan zich voortplanten. Tenzij we... Ja. Dus ja, Sjaas, jij kunt wel menen dat je onsterfelijk... Dat het een aantrekkelijke gedachte is. Maar zou je daar dus ook maatschappelijk gezien mee opschieten? Nou, dat weet ik niet. Het enige wat ik wilde duidelijk maken was dat ik het idee van onsterfelijkheid vanuit individueel vlak heel aantrekkelijk vind. Of dat een wenselijke situatie zou zijn voor... Ja, vanuit voor een sociaal vlak? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee. Want ik denk inderdaad wel dat de meeste mensen... Dus zitten we weer met hetzelfde probleem waar we het eerder over hadden. Hè? Dus hoe verhoud jij je als enkeling tot het geheel? Tot het geheel, inderdaad. Want ik kan natuurlijk niet het alleen recht nemen op onsterfelijkheid. Dat is mijn punt. Nog zou ik dat voor elkaar kunnen krijgen, denk ik. Even voor de kijkers. Jullie bedoelen onsterfelijkheid als in afwezigheid van doodgaande ouderdom, toch? Niet per se geen eten nodig hebben, geen ik water. Wel. Ja, ja. Dat weet ik niet. Welk soort onsterfelijkheid moeten we het dan nog over hebben? Even te specificeren. Ja, ik denk wel het soort onsterfelijkheid waarbij je niet dood kan gaan door ouderdom. Laten we zeggen longevity. Eeuwige jeugd. Goed, even terugkomend op het klimaatprobleem. Wat ik interessant vind is dat je dan alsnog stromingen hebt, of sommige politici hebt, die ontkennen dat er een klimaatprobleem is. Ja. Die claimen dat klimaatverandering altijd al bestaan heeft, dus het is geen probleem. Of de klimaatwetenschappers hebben een politieke doel om het geheel erger te maken dan het is. En het probleem, wat zij in principe doen, is het volk bedaren tot rust. Er is helemaal geen probleem. Jullie kunnen al leven zoals jullie altijd al geleefd hebben. Ja. Hoe kunnen zij in het licht van de wetenschap of de catastrofes die we meemaken toch deze populistische claims maken? En wat betekent dat voor het volk? Nou ja, omdat die catastrofes zoals zij zich nu aandienen nog niet overal aanwezig zijn. De ene mens wordt harder geraakt dan de andere mens. Dus je kunt het in die zin nog steeds ontkennen. En zeggen dat bijvoorbeeld een bepaalde groep mensen, het electoraat dat jij wilt bedienen, daar veel minder last van heeft. En dan kun je het in zekere zin nog ontkennen. Dus dit soort zaken die zijn vrij eenvoudig. Er zitten allerlei heel heikele punten aan die klimaatdiscussie. Bijvoorbeeld, wat gaat dat doen met onze parlementaire democratie? Veel van die klimatologen die geloven echt niet dat een representatieve democratie in staat is om die problemen op te lossen. Iedereen kijkt bijvoorbeeld ook met heel veel belangstelling naar meneer Xi, de baas van China, die in een autocratisch land woont en daardoor in staat zou zijn om veel sneller beslissingen door te zetten dan in een democratie, waar er altijd sprake is van hoor en wederhoor. Nou, dat is iets wat hij niet hoeft te doen. Dus sommige mensen, ik denk bijvoorbeeld aan Volkskrant-columnist Martin Sommer, die waarschuwen ook wel eens voor het weinig democratische gehalte van de mensen die voortdurend proberen het klimaatdebat aan te zwengelen. Is democratie dan ook een obstakel tot een oplossing of... Het zijn sommige mensen die dat zeggen. We hadden al eerder even in dit gesprek over eco-maoïsme. Thomas Beringen, Duitse klimaathistoricus, die heeft in bijna dezelfde termen, wel is het woord, en ik neem dat over ook in mijn boek over het Anthropoceen, het woord eco-stalinisme in de mond genomen. En dat eco-stalinisme, dat betekent gewoon dat straks bepaalde beslissingen over milieu, over klimaat, noem maar op, gewoon buiten het volk omgenomen zullen gaan worden. Een soort
variatie op de dividendbelasting. Sommige dingen, ja, daar mag het volk zich dan niet mee bemoeien, want dat is dan onwijs. En dat zou te weinig oog hebben voor lange termijn belangen, want bij klimaat gaat het altijd om lange termijn belangen. En het is niet goed en het is gevaarlijk, dus je moet het overlaten aan de experts. Dus je krijgt dan een soort van sofocratie, bijna in Platoonse zin. En dat alleen de wijzen, of de mensen die wijs geworden zijn, dat de sofisten of zo, dat die het mogen zeggen. Ja. Zou je dan kunnen zeggen dat de antropocene ons oog in oog zet met het feit dat er planetaire grenzen zijn, maar ook met de grenzen van de democratie? Ja, ik vrees een beetje dat het zo is, ja. Ik hoop niet dat het zo is. Maar de druk die op onze democratieën zoals we ze kennen zou komen te staan, die zal alleen maar groter worden. En dat heeft te maken met die planetaire urgentie. En dat is lastig, ja. Want kun jij in een systeem dat heel erg cliëntelistisch is, dat heel erg belangen probeert te behartigen van die en die groep, dat in die zin een soort representatieve afweging maakt van allerlei verschillende soorten belangen, kun jij daarin ook iets representeren dat het geheel is? We zagen al dat al die vraagstukken, die hebben te maken met holistische problematiek, hè? Of system sciences. We zitten allemaal in hetzelfde bootje. In democratie speel je allemaal wel hetzelfde spel, maar zit je duidelijk niet in hetzelfde bootje. De een die heeft dit soort belangen en de ander heeft dat soort belangen. Nou, dit is een van de grote issues die eraan gaat zitten komen. En dat is een moeilijk vraagstuk. Maar ik meen wel te bespeuren in heel veel ecologische kringen, klimatologische kringen, dat daar het vertrouwen in democratie as we know it toch niet heel erg groot is. Vanwege het feit dat het waarschijnlijk te langzaam kan reageren op... Te langzaam, te veel andere urgenties, te veel sociaal-economische in plaats van kosmologische belangen. Mm-hmm. Nou, noem maar op, heel veel. Ja. En als jij denkt dat jouw zaak eigenlijk het belangrijkste is, ja, dan krijg je altijd het, dan krijg je altijd het gevoel dat het veel te langzaam gaat. Nou, we hebben in ieder geval dus op alle vlakken zijn we gedesoriënteerd. Als individu, experts, wetenschap, ja, maar ook als democratie. Wat zou een stap kunnen zijn naar een nieuwe heroriëntering? Om duiding te kunnen geven aan die antropocene. Nou ja, ik verwacht wel wat van die maximalisering van gedachten. Ik verwacht wel wat van het steeds meer integreren en synthetiseren van verschillende soorten wetenschappen. Ik verwacht ook wel wat van een wetenschap die niet meer alleen maar in de campus plaatsvindt, maar die weer naar de mensen teruggebracht wordt. Dat is ook een lange geschiedenis. Maar je moet proberen die wetenschap beter te laten communiceren met andere krachten, andere denkmanieren. Maar ook dat er van die andere kant ook wat meer doordringt in die wetenschap. Nou ja, goddank zie ik allerlei initiatieven daartoe. Maar je moet vooral opgeven dat je één snelle, rechte methode hebt die ervoor zorgt dat we even alles gaan oplossen. Dat heb ik wel eens ingenieursdenken genoemd. Dat heeft mij dan weer komen te staan op een uitnodiging van het Nederlands Vakblad voor Ingenieurs om mijn stuk over, om maar eens een artikel te gaan schrijven over hoe ik kijk als filosoof naar ingenieurs. Wat ik natuurlijk wel weer heel leuk vind van die mensen. Daar moet ik straks mee bezig. Maar goed, ja.
Dus iedereen die een beetje zich verdiept, weet dat er eenvoudige oplossingen, die zijn er niet. Quick fixes zijn er niet. En dat is iets wat, dat is misschien voor sommige mensen niet zo troostrijk. Ja. Maar ik vind over het algemeen mensen die quick fixes beloven, die beschouw ik echt als de cynici. Die doen dat altijd onvermijdelijk tegen beter weten in. Oké. Dus de quick fixes, daar hoeven we ons niet op te richten. Nou, als er een quick fix is, dan zou ik dat heel leuk vinden. Er wordt natuurlijk in de wetenschap heel veel vooruitgang geboekt. Denk aan de medische wetenschap. Wij weten dingen nu die we vroeger niet weten. En daardoor kunnen we, of wisten, en daardoor kunnen wij ziektes genezen die we nu niet, of die we vroeger niet konden genezen. En dat is vooruitgang. Nou, wij weten ook steeds meer van klimaat, we weten steeds meer van ecologie en ga zo maar door. Maar we hebben, en dat is het merkwaardige van dit soort kennis die zich dan opdoet, hoe meer kennis we hebben, hoe meer we ook erachter komen dat de zaken heel gecompliceerd zijn en dat eenvoudige oplossingen niet voor de hand liggen. Dat heb je trouwens in medische wetenschappen ook hoor. Ik bedoel, hoe meer we ons verdiepen in aandoeningen als ADHD of obesitas, waar iedereen het over heeft, hoe meer we ook weten hoe moeilijk het is om hier rechtlijnige oplossingen voor te verzinnen. Dat gaat echt niet zomaar met een pilletje. Ja, dus ja, maagverkleining misschien. Maar dat heeft weer nadelen. Ja. Misschien om af te sluiten, ik denk dat we het meestal wel hebben. Het verhaal over de aasgieren in India. Als een mooi voorbeeld van ecologisch uitsterven. Dat vond ik een heel treffend verhaal. Zou je misschien... Ja, dat is een verhaal dat ik... Dat later ook al door Tom van Duren, een Australische extinctiebioloog, geschreven is. Maar ik was me er al eerder van bewust, omdat ik een paar keer in India ben geweest. En vroeger, als je naar India ging, ergens naar... Uttar Pradesh of hoe heet al die deelstaten, Bihar, zag je overal in de bomen zag je Bengaalse gieren. He, en dat prachtige beesten, he, van die imposante gieren met een kale kop. En steeds als er ergens een koe doodging, dan lag die daar in de wei en dan kwamen de gieren erop af. En die koeien die worden daar niet geslacht, want dat zijn heilige beesten. En die gaan vroeg of laat dood. En dan had je dan de gier die zich dan uitstekend aan de mens had aangepast. Dat is ook heel interessant. He? En die at dan altijd die lichamen kaal. Totdat er alleen nog maar een heel schoon skelet lag. Dat dan vervolgens ook weer verder afgebroken gaat worden. Het zijn geen knekelvelden. En... Nou, toen is men op een gegeven moment, want die koeien die schijnen wel, die schijnen niet geslacht te mogen worden, maar die worden wel ingezet voor melk en dat soort zaken. Heeft men die koeien ook tegen allerlei ziektes willen beschermen door ze dioflenac toe te dienen. Dat is een soort pijnstiller die wij trouwens ook gewoon bij de drogist kunnen krijgen. Of apotheken. En die pijnstiller... Die blijkt een ontstekingsremmer is het eigenlijk. Dat is natuurlijk gunstig voor die koe zelf, ontstekingsremmer. Maar die koeien blijven natuurlijk vroeg of laat wel doorgaan. En nou blijkt het dat die gier, en dat is een soort onbedoeld neveneffect. Die gier die blijkt helemaal niet tegen de dioflenac te kunnen. En dus die begint dan te eten en dan gaat het beest dood aan allerlei leveraandoeningen. En dat heeft de totale populatie van Bengaalse gieren enorm geminimaliseerd in India. Er zijn er nog wel, maar er zijn er veel minder dan ooit het geval was. Dat betekent dat nu overal die koeien in die weilanden blijven liggen als ze eenmaal dood zijn. Ze rotten en ze worden door andere aasgieren of aasdieren opgepeuzeld. En dergelijke. Maar die doen het veel minder efficiënt.
dan de kadaverpolitie die we de aasgier noemen. Die doen het echt veel minder efficiënt. Dus bijvoorbeeld honden zitten eraan. En, nou, gevolg is dat daar... En dan krijg je precies weer die ecologische gevolgen. Dat het gevolg is dat honden, die beginnen, straathonden met name, die beginnen dan, die worden daar weer ziek van. Die trekken dan weer allerlei andere ziektes aan, zoals rabies. Dat zijn ziektes die redelijk onder controle waren, maar die nu weer aan hun opmaas bezig zijn. Nou, ergens gebeurt er dus, is er een idee om koeien tegen immuniteitsfactors te beschermen. En dat idee, dat op zichzelf oké is, dat heeft dan allerlei, en dat is ecologie, onvoorziene consequenties. Die door dat hele systeem meedijnen, meekatapulteren. En het gevolg is dat je bijna geen aasgieren meer hebt, Bengaalse gieren. En tegelijkertijd heb je... Heb je wel meer ziektes onder hondachtigen. Niet alleen honden, maar ook jakhalzen en dergelijke. Die potentieel heel bedreigend zijn voor mensen. En het probleem in deze, ecologisch gezien, is niet per definitie dat er minder aasgieren zijn uiteindelijk. Maar, want die ecologie die gaat wel door. Misschien dat de aasgieren uitsterven, maar op de een of andere manier... Ja, aasgieren sterven wereldwijd niet uit. Het is geen bedreigde diersoort. Maar dit is dan een ondersoort. Waar het een stuk slechter mee gaat. En als die als ze allemaal met dat dioflenac in aanraking komen, dan is de kans aanwezig dat die zelf verdwijnen. En dat levert ook weer allerlei problemen op voor ons als mens. Ja, de facto wel. Ja. Ja. Je hebt gekke honden nou. Ja. Hondsdolheid. Dat is rabies toch? Ja. Dus maar dit zijn problemen. Nou, het leuke is van dit probleem dat men zich daarvan bewust is. En dan moet je gaan kijken, wat ga je nou doen? Ga je nog verder dioflenac toedienen? Of ga je dat niet doen? En dat is, dus dit suggereert in ieder geval, in dit geval, een soort van oplossingsrichting. En dan moet je maar kijken hoe die gieren weer daarop reageren. Is dat nog levensvatbaar? Maar ik weet dat ik ooit eens in de stad, ik ben de naam kwijt. Dat was een stad ten noordoosten van India, of van New Delhi. En ik liep daar rond en ik zag echt gewoon honderden van die gieren in die bomen zitten. En die zitten gewoon te kijken totdat iets neervalt. En dan komen ze en dan, heerlijke, prachtige functionarissen in een soort bureaucratisch systeem. Die onmiddellijk alles netjes komen opruimen. En ik vond het heel, echt indrukwekkend. Ja, dat was een mooi beeld. Het was niet warm, 20 graden, 22, heel veel zand. Waaide, groene bomen langs de rand van de stad. En daar zaten ze allemaal, zag je ze als zo schaduwen bovenin zitten. Nou, dat beeld is weg. Dat is wel jammer. Ik denk dat wel een goede plek is om uit te eindigen. Prima. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan.